Een hele goede dag iedereen en van harte welkom op mijn YouTube kanaal. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey. Het is inmiddels aflevering 76. En ik ben mij een weg aan het maken naar in ieder geval een dok. Een dok waar de Adrestia, als het goed is aangemeerd. En dan kunnen we in één keer recht zo die gaat. Richting het epische eiland, waar die soort van halfgod uit sidequests op Kythira mij aan zijn familie gaat voorstellen. Mooi is alleen dat die man misschien nog gelijk blijkt te hebben ook, omdat ik dus in de missiebeloning heb gezien dat we er een artifact voor gaan vrijspelen. En dat is precies het missende artifact om de poorten tot Atlantis te kunnen openen. Mocht dit allemaal succesvol verlopen aan het begin van deze episode, dan hebben wij dus 3 van de 4 artefacten en moeten we alleen nog naar Lesbos om daar het 4 van 4e artefact op te halen of zoiets dergelijks. Dus ik denk dat we dan moeten gaan sidequesten op Lesbos. Maar voordat dat zover is, jongens, eerst richting dat eiland. Wow, fucking veel bloed. Wat is hier aan de hand, joh? Eerst richting dat eiland om dus die god te ontmoeten, het artefact op te halen. En deze aflevering 76 gaan we daar starten. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, de support showen, blauwe duim droppen. En mocht je een nieuwe kijker zijn, vergeet het dan ook niet om te abonneren. Ook kan je tegenwoordig kanaallid worden. Je krijgt dan een coole badge bij je naam in de reacties en in live chats. En je krijgt speciale 10/10 emotes. Nou, wie wil dat nou niet? Daarna support je mij natuurlijk ook gewoon financieel, want hey, het zijn zware tijden in het YouTube-landschap. Zeker voor een fucking kanaal als die van mij. Jongens, wellicht heb je het ook aan Alexios gezien, maar ik ben van outfit veranderd. Keep a watch. It isn't safe out here. Ik draag de gear half god. Half god gear die, als het goed is, alle elementen die goden kunnen gebruiken, oftewel mijn speciale speer, al mijn andere vaardigheden die je met die speer doet, die doen allemaal veel meer schade dan ze deden. En daarom vind ik het een best wel toepasselijke outfit, zeg maar een gearset die ik ook kan aantrekken richting deze god. Dus we gaan naar een god toe met een half god set aan. De game heeft een beetje moeite met alles inladen, maar begrijpelijk, grote wereld. Ja joh, vaar lekker tegen elkaar aan, guys. Lekker jongens, lekker, lekker. Ja, ja. Nou vaar ik tegen jou aan, lekker man. Misschien hebben jullie het nog niet gezien, maar dit is best wel sick. Dit ziet er echt gestoord uit. Als bemanning, right? Ik ben hier best wel heel benieuwd naar, man. En wat hebben we dan eigenlijk in no time progressie gemaakt, hè? De hele cult omgelegd. Aspasia geromanced, maar dat is waarschijnlijk nog niet alles. Ik bedoel, ik heb haar even lekker getongzoend en de game zag het wel als sectelid verslagen. Maar ik bedoel, zij is blijkbaar nog ergens in de game. En ik weet niet wanneer we haar weer zullen gaan treffen. Het laatste wat ik wil checken voor ik hier naar binnen ga is of alles wel klopt aan mijn gearset. Volgens mij wel, als je kijkt. Ik draag inderdaad 5 van 5 halfgod set. Alleen deze dingen hebben oogjes aanstaan. Dus ik heb het idee dat ik dit eigen gear had gegeven ofzo. Dat is best apart, want als dat zou betekenen, dan kan ik ook nog... Welke staat aan? Deze staat aan. Dan kan ik hem ook nog een goudkleur geven als het goed is. Dat is misschien wel mooier. Hier. Zwart. Smeedijzer. Die. Of deze. Dit past beter bij heel mijn outfit. Zie je? Ook heb ik een nieuw wapen. Check deze staaf.
ben echt heel benieuwd wat deze staaf doet in combat. Hij ziet er namelijk echt episch uit. Helemaal als we bijvoorbeeld deze move doen. Dat klopt gewoon zo perfect met die staaf. En dan hebben we ook nog gewoon deze. De zwaarden met vuur. En natuurlijk een awesome boog. Dus we zijn lekker voorbereid, jongens. Ik heb er zin in. Laten we met die god praten. Eindelijk zullen we ook naar binnen kunnen, want ik ben hier dus al vaker geweest en toen hoorden we gebrul. Kunnen jullie het nog herinneren? We hoorden eigenlijk van alles, maar we kwamen hier niet binnen. Hier heb ik al gelopen. Hier heb ik zelfs nog een screenshot gemaakt. Someone sounds very stoppy today. I know that temper anywhere there is. Do not fear, brother. I shall comfort you soon. Please, my family, let me come home. You see? They're here. The gods are behind this door. Listen. I didn't mean to be away so long. Kithera is... well... if you're looking to unleash a new plague somewhere... This is not what I expected. Camouflage, my unimaginative friend. A mere disguise to ward off those seeking the glory inside. Ah! You hear them too! There is something in there, Empedocles. But it's bigger than Aphrodite's welcoming bosom. They're preparing our welcome. Quickly, Mystios! We cannot delay! Whatever's inside, I'm ready. My brothers and sisters! Alexios ziet er wel echt episch uit, though. Ik vind hem er echt vet uitzien. We plaatsen de schijf. Dit kan nooit goed gaan. De schijf van 5! Komt hij met voedingswaren, appels, melk, boter... The house of the gods! Creators of the universe! Outstretch your mighty hands and raise me to the Malaga. Tering. Okay, God damn, that was what the fuck? Dat was de god. Heel benieuwd of dit werkt. I remember the biggest thing I had to kill was a fucking minotaur. He does not look up. Let's see if I can cheer him up. Malaka. Is dit vet gemaakt, zeg. Je moet in beweging blijven, want hij zorgt dat al die stalactieten op mijn harses vallen. Kijk die kracht van hem, joh. Dat is flinke damage. Ik denk dat in de tussentijd moet ik gewoon dit soort damage doen. Terwijl ik natuurlijk niet stilsta, alsjeblieft. Oeh, recht in zijn oogballie. He does not like this. At all. Ah.
Oké, laten we weer even fire damage pakken. ...35k, mannen. Oké, fire damage voor jou, bro. En ik dacht dat Empedocles was de handsomest one in de familie. Oh jee. Ik vind dit echt wel heel tering vet gemaakt hoor. Flinke schade en Matty. Ik heb echt die staaf was echt de perfecte. Wow! Die staaf was het perfecte wapen voor deze boss. Nice. Fire damage. Love it. Dat had ik niet verwacht. Als hij nou gewoon in één keer had gebeten ofzo. Snap je wat ik bedoel? Hij had me net gewoon kaart kunnen bijten, dan was ik ook dood. Fire damage. Hoppa, dankjewel. Zieke gast. Echt dikke props voor deze boss fights, man. Ik ga nu dood, nu ga ik dood. No bro. No, precies op het einde, ik moest nog één hit. Tering mogal. Oké, jongens, vanaf dit stukje speel ik hem even opnieuw. Omdat ik gewoon met mezelf zo hard heb gevoeld. Oh, ik heb dit bij elke boss, hè. Krijg ik het voor elkaar om het gewoon dan precies op het verkeerde moment te choken, zeg maar. Misschien op het verkeerde moment de verkeerde keuzes te maken. I fucked it up. Ow. Choke op de een of andere manier, boss is altijd net op het einde. Ah.
gaat hij. Daar gaat hij. De man. The bigger they are, the more I have to stop them. The bigger they are, the harder they fall. Verlam om de pijl. Oh, wow, dat was het. Je kan het denk ik en plunderen. Toch? Want hier is nog iets. Ja. Heel vet. Ja, echt heel vet. Al die mythische wezens. Nu hebben we weer de cycloop verslagen. Jongen, wat werkte die staf ook enorm goed tegen dit monster, zeg. Het was zo'n perfecte superaanval, zeg maar. Maar goed, deze artefact hebben we dus nu ook binnen. Dit mythische wezen hebben we ook verslagen. Het wordt tijd om even goed rond te kijken. Bij deze missie. Staat overduidelijk dat we nu 3 van 4 hebben en 1 artefact bevindt zich op Lesbos. Dus er staan ook bijna helemaal geen quests open, als je alles erbij pakt. Nou, deze staat open, maar dit is DLC. Voor de rest zijn dit allemaal random sidequests en verhalen van Griekenland. En we hebben nog 4 dieren te doden. Nou, deze staat ook open. Dit is DLC. En dit is allemaal verhalen van Griekenland. Dus, ik ga de kaart erbij pakken. En ik ga maar gewoon, denk ik, naar Lesbos. Om daar bijvoorbeeld dit punt te synchroniseren. Sidequests hier op te pakken. De verhalen van mensen hier aan te horen. En hopelijk info te krijgen over Medusa. Waarom weet ik dat het Medusa is? Omdat ik weet dat ze in de game zit. Ik heb er talloze screenshots van gezien. En dit is het laatste artefact. We hebben de Cycloop al gehad. We hebben de Minotaur al gehad. Dan moet dit dus Medusa zijn. Nou, welkom allemaal jongens. Lesbos blijkt een epische plek te zijn. Ik ben er alleen ontzettend weinig geweest. Dus laten we daar snel heen gaan. En laten we gewoon... met een beetje vaart... een groot deel... van Lesbos verkennen. Allereerst... lijkt me misschien ook wel handig om... de sidequest hier op te pakken, want misschien... hebben ze er al mee te maken, je weet het niet. Zodra ik in ieder geval mensen hoor praten over mythische wezens... dan weet ik dat ik goed zit, want dan weet ik dat ik dat laatste artefact... Oh. Dit klinkt paniekerig, maar goed, dan weet ik dat het gaat om het laatste artefact dat we nodig hebben. Calm down and tell me what's wrong. My husband, he's late. No, missing. He and his friend have tracked a giant wolf south of Mytilene. They want its pelt. He'd better be a good hunter. Without knowing, all I can do is worry. If you say so. Can I hire you to find my husband and kill the giant wolf for me? Why would I need to kill the wolf? I can just bring back your husband and his friend. If you don't, those two idiots will continue their hunt. I need this nightmare to stop, and I'll give you my husband's helmet as payment. I'll find your husband and kill the giant wolf once and for all. Thank you, Mystios. If there's anything I can do to help. What makes you think it's not just an ordinary wolf? My husband says it's twice the size as any he's seen. Where south of Mytilene did he track the wolf to? He tracked it southwest to the mountains and set up a lookout near a shrine. I'll find your husband and his friend and kill the giant wolf for you. May Apollo guide your arrows.
Zou dit een verband hebben met de dochters van Artemis? Er is natuurlijk nog steeds een quest gaande over al die reusachtige legendarische varianten van beesten. Volgens mij heb ik daar nog geen wolf van gehad. We hebben dus wel een hyena gehad, we hebben een zwijn gehad, we hebben een leeuw gehad, we hebben... Was dat ook een eland hebben we gehad? Die was gevaarlijk, man. Maar nu dus een wolf. Do you have fear in your heart? I should cut out yours, just for asking. Ha! I have a highly lucrative job offer. A dangerous one, too. If you had fear in your heart, you might not be fit for the task at hand. Nobody scares me. Ah, but I'm not talking about a person. I'm talking about the most dangerous and unpredictable creatures alive. Bears. What do you want with them? I need some skins to make some breastplates. The best come from Chios Island, north of Chios City. I'll make one for you too, if you get them for me. You too? I'll get your bear skins for you. Excellent! If you survive, I'll reward you with the finest breastplate ever created. These bears, where can I find them? In the hunted forest of Artemis, north of Chios City. De jachtwouden van Artemis, okay. I have a feeling you could talk about bears all day. I'll return when I have the skins. Do hurry. I've got paying customers waiting for breastplates made from those skins. I'll need to sail to Chios Island to get the bearskins. Die jachtwouden van Artemis bevindt zich inderdaad op een ander eiland. Hij zegt ook dat we er naartoe moeten varen, dus dat gaan we even lekker niet doen. Dat is namelijk de plek waar ik het laatste sectenlid heb gekillt, de laatste wijsgeer. Fucking mooi hier, man, met die bloesems allemaal, toch? Zijn het? Heeft echt een leuke vibe. Maar het is wel toevallig dat de ene sidequest hier is een vrouw die jammert over een wolf. De tweede sidequest hier is een man die jammert over beren. Die wolf kan wellicht nog wel interessant zijn. Dat zou zomaar te maken kunnen hebben met de dochters of Artemis. Maar die beren, ik ga daar echt nu niet naartoe. Fuck dat. Als we er een keer in de buurt zijn in een livestream op Twitch later, wellicht. Maar nu, I don't care. Goed om me heen blijven kijken, ook voor sidequests. Ik vind het hier mooi. I love it. Wat een wapen, jongen. Heel ziek dit. Blij dat ik hier even naartoe ga, naar die oude ruïnes. Want vooral oude tablet, Anigmata, Ostraca, dat zijn exact... Hallo. Dat zijn exact de dingen die we nodig hebben voor Adrestia upgrades. Dus je pakt er volgens mij één op. En die geeft hier oude tabletten plus 4. Geef meteen kennis over meerdere plekken. Of meerdere dingen. Waardoor er weer schip upgrades gedaan kunnen worden. En als we dat nu doen. Laten we er even naartoe gaan naar dat scherm.
Zou je zien wat ik bedoel? Hier, we hebben nu dus 4. Dus je krijgt er 4 in één keer bij. Er zitten er nu al een aantal op goud. Dat is dus genoeg voor de trophy. Deze zit op paars. Heb ik nog net wat meer nodig. En deze zit nog op blauw. Dus deze wordt eerst nog paars voor 2... Volgens mij wordt hij nog 2 stappen paars. En dan is de ene laatste is goud. Alles zit op de ene laatste, zoals je ziet. Want de allerlaatste, die hoeft niet gekocht te worden. Dat is namelijk 102... Kijk die coins, 132.000. 238.000. 262.000. Daar heb je nooit genoeg voor. Dus hier hoef ik me niet druk om te maken. Dit zijn echt absurde aantallen die je nodig hebt voor de laatste upgrade. Gelukkig hoef je ze alleen goud te maken. Dus de meeste zijn al goud. We hebben nog in totaal denk ik zo'n... 6. Plus 6 is 12. Plus 5 is 17. Nou, laten we zeggen afgerond. We hebben nog zo'n 20 tabletten nodig om de Adrestia volledig te kunnen upgraden. Moet goed komen. Je vindt er 4 per ruïne ongeveer. Nou, 5 ruïnes nog. Zoiets. Mooie plek, man. Hoge berg. Fucking mooi eiland. De bergtempel van Poseidon. Dit werkt een heel stuk moeilijker in Ancestors the Humankind Odyssey, waar je als fucking aap niet eens tegen een omgebogen randje aan kan, zeg maar. Dan gaat hij al stil hangen. Klim mechanics in deze game zijn iets beter uitgewerkt. Alright, gigantisch eiland, man. Holy shit, wat mooi. Door deze synchronisatie heb ik volgens mij ook meteen weer... info over alles wat wellicht nog komen gaat. Misschien komen ook de uitroeptekens op mijn scherm. En het snel reizen vind ik ook wel fijn. Dat werkt helaas niet zo. Werkt het zo? Dat zou wel cool zijn. In Origins was dat toch beter gemaakt. Dat je gewoon vuurkorven en fakkels kon aansteken met je eigen fakkel. Zieke ontploffing. Boom! Oké. Let's check. Ik denk sowieso dat we meer ten noorden moeten trekken, want er staat nog geen uitroepteken op een map. Wat toch best wel vreemd is. Ja, we zullen over dit stuk zee heen moeten en dan moeten we hier dingen gaan ontdekken, jongens. We hebben hier dan toevallig wel nog een ruïne, maar... niks met sidequests te maken. Het is geen ruïne, het is een heel fort, Daro. Kijk in de background. Die. Nee, guys, we zullen hier naar beneden moeten en dit stuk voor mij moeten gaan doen ofzo. Ik ben benieuwd. Lesbos. Dood het alfa-beest. Oeh, daar is alfa-beest.
Got you now, son. Met een of andere goddelijke, mythische pijl of zo. Wow, check dat bloed. Raar hoe weinig je eigenlijk op de kaart ziet staan. Het is best wel een groot eiland, maar met weinig inhoud. Bijvoorbeeld Kythera was qua oppervlakte een stuk kleiner, maar voelde levendiger. Dus dit is meer een natuurgebied. Trouwens, als we het eiland erbij pakken, hè? Ah, kijk, hier is een stuk stad. En hier is dus een gouden vraagteken. Kijk, we komen meer en meer in de buurt. Dit is de eerste markering waar we heen moeten. En dan is daar de tweede markering waar we heen moeten. We hebben dus eigenlijk de verkeerde kant van Lesbos ontdekt. Dus hier is een havenstad. Met 3 quests, waarvan de ene heet Zoon van een Visser. Wachten op Galarnos, romantiek, in steen gebeiteld. Wij zijn hier, via dit stadje zijn wij binnengekomen. Dat is Mytilini. Oké, duidelijk. Oh, wat een pracht van een game. Oh, mooi man. Laten we eerst deze synchroniseren, dan alle sidequests in dit havenstadje eventjes oppakken. Zodat ze in ieder geval in ons lijstje staan en zodat we weten wat we moeten doen. En dan uiteindelijk kan ik dus naar dat synchronisatiepunt waar ik de markering op heb staan. En komen we misschien wel meer te weten over Medusa. Kijk, die andere is namelijk helemaal daar in de achtergrond. En daar komen we vanzelf langs als we richting dat gouden vraagteken gaan werken. Dus laten we de eerste paar quests oppakken. Die 70, 60, 70. Nou, laten we die daarboven eerst oppakken dan. Gaan we daarna wel daarheen. Hier. The creature took her, but she can still be saved. Help me, please. Hoor. Oh, how she twists the truth. She sacrificed her own lover to the writhing dread. How dare you bring your curse upon us? Look at you. A
finely tuned instrument of justice. Help us destroy this vile woman. Oh, ze is echt mooi en lief. Amistios! The gods are real. Help me, please! Silent snake! What's going on? We will bring this evil creature to justice! They're lost in paranoia. They think I sacrificed my Ligia to the creature in the forest. Hold your forked tongue! This walking curse is in league with a writhing dread. She just looks scared to me. Please, the creature took Ligia. If I die here, who will save her? I'll save Ligia and kill any creature that tries to stop me. What are you saying? She will lead you to the Petrified Temple and your doom. What exactly is this creature? Evil. Heartless. Unknowable. We must end this girl before she leads a writhing dread right to us. The forest where the creature lives. Where is it? Beyond the Petrified Temple, north of here. A damned place, haunted by Seid and filled with cursed stone. At its center lie ancient ruins, from which few return. You mentioned Aliyah. She's... Beyond beauty, beyond grace, a daughter of Artemis. Brave, not like me. What dark prize did the writhing dread offer for her soul? She lives, Mistios. I know it. If this writhing dread has let Ligia live, we'll need to move now. Follow me. Careful. These people are driven by fear. The girl's coming with me. I suggest not standing in our way. She's whispered spells in your ear, Mistios. Citizens, we must save our city, and these interlopers must plead. Hide in the temple. I'll deal with this. They worship the right. Meen je dit nou? Kill them before they come to upon us. No! No! Allemaal om me heen. You don't like that, do you? God damn it. Somebody help me! Oh my god, I have fire damage gekregen. Hij geeft nog best wat rake klappen, die guy. Okay, dit was ziek. Safe now. Safe? I don't want to be safe, Mistios. I want to look deep into Ligia's eyes just once more, even if it kills me. Love might be the end of us all, but it's a price worth paying. I polished Charon's drachmi long ago, Mistios. I'm ready. You know, I don't want to call you, you, forever. My name's Brys. Alexios. Ligia's waiting for me, Alexios. If I'd been captured, I'd never have to wait for her. Then let's not disappoint her. Where was she taken? From our sanctuary, the dread ruins in the Petrified Valley. And you're surprised she was taken by a creature? It's not safe here. We need to leave the city. Wel echt fucking ziek en puur toeval trouwens. Dat ik in één keer de goede missie heb, hè. Dat ik in één keer gewoon de goede sidequest te pakken heb. Wat me ook opvalt, though, was dat helemaal vergeten natuurlijk. Maar sinds de vorige aflevering heb ik mijn speer upgrade naar... niveau 6 gegooid, dus ik heb een maximale speer upgrade.
En daardoor doet eigenlijk elke vaardigheid die ik gebruik met de speer meer schade. Best wel top. Wow, what the fuck? Het wordt hier ook meteen mistig. Waar gaat ze naartoe? Ze sprint in haar eentje dit mistige gebied in. Ik vind het maar creepy, man. Come on. De angstruïnes. Daar is hij. De enige schat. Romantiek en steen gebeiteld. Heb ik dit nu al gehaald? Ik zit wel over na te denken om die... Mystios af te betalen. Omdat het er anders voor zorgt dat hij overal achter me aankomt, zeg maar. Dus we betalen maar 877. En dan komt hij niet meer achter me aan. En voordat ik, zeg maar, naar haar toe ga, doe ik even een snelle opslag. En dan ja, misschien een beetje kut voor jullie. Maar ik synchroniseer het punt en ik eindig de aflevering. En waarom? Nee, dat gaat zoom. Nee, anders duurt de episode simpelweg te lang. De raw video file duurt nu al 50 minuutjes. En anders duren de afleveringen te lang. Ik weet namelijk, ik zie aan alles, het wordt mistig. Er is hier een soort van vloek. Ik zie aan alles dat dit een grote missie gaat worden. En dat ik eigenlijk vrijwel meteen de goede quest heb gepakt. Meteen raak. Meteen Medusa. En dit gaan we dus doen aan het begin van de volgende aflevering. Dus ik synchroniseer dit punt. En ik ga jullie allemaal maximaal bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episodes. En ik hoop dat jullie hebben genoten. En natuurlijk, hè, de volgende part er weer bij zijn, want die belooft ontzettend vet te worden. Gezien de omstandigheden... zal het ons laatste mythische wezen worden. Gruwelijk. Thanks voor het kijken, guys. En tot de volgende aflevering.